Ga die man even appen. Ik ga zeggen, joh, stuur die nummer dan. Ik zweer, hij heeft hem gestuurd. Wat een G. Wie zijn wij? De boxers! Handen omhoog nu! Handen omhoog! Ik praat tegen je! Handen omhoog! Remis. Lekker, goed zo, achtervolg me. Wie is dat? Achtervolg me, achtervolg me. Badr, waarom zo boos? Haal Merel, haal Merel. Badr, waarom zo boos? Ja, kijk, kijk, kijk. En dan? Kijk, goed, achterkant goed geraakt. Auto rookt, auto rookt. We kunnen hem ook vallen. Mag ik de hele dag terug? Nico, zo Mattie. Niks, nee. Ali, zo wat zeg jij? Nu achtervolgt hij ons, bro. Maar zie je? Ik begrijp niks meer van deze dag en ik heb error. Ik zweer het, ik heb error. Oké, laten we helder nadenken, bro. Laten we eerst tanken. Denk niet te veel aan kleuren. Je moet gewoon weten, blauw is op. Ik ga Merel de nummer fixen. Ja, oh? Ja, ah, kun je niet Merel iemand de nummer bellen? Fixen? Laat me proberen in Twitter een nummer te fixen. Hé, boys, ik heb wel het nummer van Hassan. Hassan Balkenende? Ja. Ik heb Peter Balkenende. Misschien zijn het nummer voor ons. Laten we tanken, boys. Waarom stap je uit? Niet mee schreeuwen. Papito. Hey, alles lekker? Ja, maar heb je nummer van Merel? Nee man, ik ken haar eigenlijk niet eens. Weet je van welke gang, van welke groep, van iets, van wie ze is? Ik kan wel even navragen, momentje, wacht. Yo. Wacht, ik bel je terug, ik moet even 100. In de auto, weet je. Tino. Yo. Martin. Yes. Ken je een of andere Merel? Ik ken wel een Merel, ja. Oké, het is een bekende Merel met een wapen. Ja. Yeah. Heb jij haar nummer? Of zou je die even rond kunnen vragen? Ik heb haar nummer namelijk nodig. Vraag, ja. Zit ze toe? Is goed. Zit ze bij jou in een groep of zo? Nee. Oké. Okay. Vraag alsjeblieft rond, want het is wel echt dringend. Ja, als je even blijft hangen. Ja, is goed. 1,4k kijkers. Ik heb het nummer voor je, maar je hebt hem niet van mij. Deal. Stuur me het nummer. Ik weet niet wie jij bent. Ik weet niet wie die nummer aan me heeft gegeven. Mooi. Je bent de topper, ik zweer het. Ik connect jou nog over dat andere. Ja. App mij, ja? Yo. 100. Boys, we hebben een klapper geslagen. Wat heb je? We hebben een telefoonnummer van Merel. Of een Kidan, laat me er bellen, bro. Nee. Jouw herkennen ze. Je weet toch, laat mij bellen. Voor ik heb gepaid? Voor die nummer? Ja. Free, bro! Stap in. Ah, ja, wacht even. Kunnen zo maar klem gezet worden hier, bro. We hebben misschien locatie getapt, zeg maar, via het bellen. Die scenario's bestaan, hè, bro. Je wordt nu, auto komt nu voor ons rijden, die wordt klem gezet achter ons ook. Je wordt naar de schot gehouden, dan word je meegenomen. Geen punt. Is leuk, toch? Video afgelopen. Is toch leuk? Is niet dan hebben we in ieder geval een eindresultaat, pa. Niet onnodig benzine gebruiken, pa. Ik ga die man even appen, ik ga zeggen, joh, stuur die nummer dan. Ja. Ik zweer, hij heeft hem gestuurd. Wat een G. Dat zijn natuurlijk alle mannen. Die hebben Shireni vorige keer. Oh nee, Rico gehouden vorige keer. Shit. Met knuppel bij garage. Nee, juist niet. Toen ambulance niet wel komen. Boy, zet de auto stil, we gaan even bellen. Gewoon op een plek waar je weet toch? Oh, gewoon op een plek waar je weet toch? Gewoon even kunnen staan, gewoon, snap je? Laat me Merel bellen. Spannend. Neem op. Hoi. Hey Merel. Hoi. Hoe is het? Nou, goed met jou. Ja, ook wel goed. Fijn. Ken je me nog? Nee. Jawel, maar ik ken je wel toch? Van de middelbare school, we zaten bij elkaar in de klas. Nee man. Nee? Nee. Jawel, we zaten VWO. Nee. Vertel maar wat je wil. Wat doe je vandaag? Wat doe ik vandaag? Nou, ik ben nu net klaar met shoppen. Ja? Ik ga even langs de kerk. Ja? Heb je geshopt vandaag? Zeker, en nu? Wat heb je gekocht vandaag, als ik vragen mag? Leuk shirtje, leuke broek, nieuwe schoenen. Dus jij bent gewoon zo'n typische meid die gewoon just living the life. Ja, ik ben zo'n typische meid, heel girly, ja. Mm-hmm. Jij doet niks anders en zo in het leven? Nee, ik ben ook van de kerk en zo. Oké. Juist. Oké, dan misschien zit ik dan met de verkeerde Merel aan de lijn, want hij was namelijk vandaag een Merel. Ja. Ja, ze was een beetje boos en ik wil het graag uitpraten met die Merel, maar volgens mij ben je niet die Merel. Oei, nee, ik zou niet weten wat je over hebt. Je hebt geen ruzie gemaakt tijdens het shoppen vandaag? Nee, waarom ga ik ruzie maken met mensen? Oh, dat heb je echt niet gedaan? Nee, ik ben serieus. Oké, nu even 100% even eerlijk. Wat wil je? Gewoon, maar ik ben serieus, eerlijk. Heb je echt geen ruzie gemaakt met iemand vandaag? Ja, ik heb je achterna gezet. Ik weet al wie je bent, hoor. Wie ben ik dan? Ja, je was de keer in die RSS. Had ik maar een RSS. Zeg maar wat je wil. Had ik maar een RSS. Maar... Oké, en nu? Waarom zo boos? Ik ben niet boos. Ik vraag wat je wil. Nou ja, eigenlijk. Ik zat misschien wel in de RSS. Oké. Maar eigenlijk wou ik het gewoon goed praten, want ik... Ja, dat is vervelend voor je. Oh, want jij zou het niet goed willen praten. Ik zeg, wat goed praten? Wat valt er goed te praten, maatje? Wat is er aan de hand? Ik heb geen fucking ruzie met je. Oh. Ik probeerde even je auto te stelen. Nou, en nu? Dat heb ik met heel de stad gedaan. Wat is het probleem? Ja, je hebt mijn auto gestolen. Dat ten eerste, dat was ik zelfs vergeten. Maar dat sounds like a you problem en not like a me problem. Wat? Dus omdat jij mijn auto steelt, is het mijn probleem? Ja. Mag ik niet 1000 euro terug?
Ga je naar Jank om 1000 euro? Nou, 1000 euro is gewoon veel hoor. Ja. Laat niet huilen, bro. Ga slagerwerk doen of zo? Nee, grapje. Denk je echt ik ben aan het huilen? Tuurlijk niet. Ik ben een sterke jongen. Dus, maar we gaan het niet goed maken. Dus zeg maar, het is zeg maar gewoon, je hebt mijn auto gestolen en het is klaar hierbij. Oh, sorry. Ja, nee, maar kijk, weet je, ik heb voor de rest geen ruzie met je of zo. Ja, nee. Ik steel je auto. Ja, maar ik wil niet dat het vaker gebeurt, snap je? Ik wil het voorkomen. Misschien kunnen we samenwerken of zo. Nee, gewoon totaal niet. Nee, je bent wat wij noemen een blokkenpoot. En daar een blokkenpoot? Jij bent ziek in je hoofd. Merel, pas goed op jezelf. Hey, weet je wat ze me noemde? Nou? Een blokkenpoot. Hey, zij is kinderachtig, man. Zij is juist zo kinderachtig. Wacht even. Niet die auto instappen. Hey. Oh, sorry. Ik moet even achteruit rijden. Op Twitter. Hey, besef je wel wat ze zegt? Ik moet even achteruit rijden. Ja, bro. Bokkenpoot, dat zegt tegen al die kleine kinderen. Besef je wel wat ze zegt? Jawel, man. Ze zegt dat je een klein kind bent. Wacht even. Ik zal het even goed nadoen. Nee, jij bent een blokkenpoot. En daar fokken wij niet mee. Blokkenpoot. Oh, ik heb op Twitter gezegd, Merel is een kippenpoot. Laat die vrouwtje ook, man. Een blokkenpoot. Hoe kom je bij dat... Dat is hetzelfde als je zegt van, ja, jij bent een koter. Je bent echt een koter. Mm-hmm. Ja, oké, stap man. In. Kinderachtige meid. Alleen omdat ze nakko heeft, denkt ze dat ze wat is. Maar als ik nakko op haar visie staat... Die wapen is naar de hoofd gestegen. Die wapen is high-class. Je kunnen we misschien snel langs het ziekenhuis, bro. Zeker, voor jou wel. Neem maar een ziekenhuis, daar kwam ze vorige keer ook op. Een blokkenpoot. Beter verband halen, Sherene. Beter verband halen. Ja, gaan we ook nog verband aan. Pak aan, boys. Kunnen we je? Yo, een fijne dag, bro. Hallo, man. Maar rij gewoon door. Hoe die man benen dippen. Plan 3 kunnen we inschakelen. We laten hem, ik ga rustig naar Labba rijden. Nee, parkeer die auto gewoon, het is klaar toch? Is het klaar? Hey, ik zie... Wat kunnen we nog doen? Zeg maar, het hele scenario met die chick is eigenlijk al afgerond, aangezien ze gewoon niet wil meeten. We kunnen weer gaan zoeken, niet, maar voor wat gaan we zoeken, ja, bro? Maar ja, klopt. Maar ja, dan was het nog anticlimax. Ik heb haar al gebeld en ik heb gezegd van, yo, gaan we meeten om het goed te maken of iets te fixen? Nou, maar ze wil niet meeten. Volgens mij is ze bang dat we er gaan steken of zo. Wat wel logisch is, maar het zit er dwars. Wat ook sowieso zou gebeuren. Daar niet ja, van, daar niet van. Dacht ze echt dat we het goed zouden maken. Bro, laat het. Als ze slim had geweest, gaan we die gewoon overvallen? Gewoon... We gaan niemand overvallen. Hoe Chantal? Oké, daar moet je achterna gaan. Die RSS. Die ergens... Ja, ga maar gaan. Ja. Yo, ik had het echt niet door. Hoor, de. Oké, maar laten we niet vooral deze garage inrijden, bro. Laten we gewoon weggaan van hier. No, ik ga... Hoe heet het dan? Hey, dit is Merel! Handen omhoog! Ik praat tegen je! Handen omhoog! Steek hem! Ze is dead! Dead on boys! Ik wil iedereen stil hebben. We moeten nu wegrijden, anders gaan we dood. Wegrijden van hier, steegjes pakken. We hebben een geldige reden dat we die Merel dood hebben gemaakt. Want zij heeft zelf toegegeven, net aan de telefoon, dat zij degene was die onze auto heeft gestolen. Get back. Zo moeten we haar pakken. Luister, ze deed nog stoer aan de telefoon. Dat moeten we niet hebben. Wie zijn wij? De boxers. Niemand wil wij. Revenge. Wat willen wij? Merel. Waar is Merel? Down. Dat op. Dat zijn ze. Dat zijn ze. Laat me dit even tweeten, man. Oké, yo. Merel, dead op. Okay. Fokken met ons aan de telefoon. Dit, dat. No, oh, man. Zo handelen wij niet, pa. We handelen straight. Eindstand. Nu is het tweet. Jullie hebben de verkeerde. No, het was Merel. Je zag aan haar outfit. Dat was Merel. Nu is zij. Wat is zij, boys? Dat ene woordje. Ik ga slapen, bro. Wat is zij? Ik denk niet dat op Merel. Stil. Dat is een blokkenpoot. Dat is een kokkenpoot. Hé, maar wacht even. Stel je voor, we hebben de verkeerde dood. Ik heb haar niet gestoken. Wie heeft haar gestoken? Ik heb haar gestoken. Oh, rip jouw badder. Nee, maar alsnog. We gaan ervan uit dat zij het is. Want zij was dat ook.
Je zag aan haar postuur dat zij dat was toch, boys? Nee, maar weet je wat er gebeurde? Postuur en hoofd, eerlijk. Luister, die boykies rolde tand door. Dit is Merel, dit is Merel. Nee. Hij staat bij zijn handen omhoog. Ze is stil, ze is dichtgeklapt. Ken je paniek, die paniek, je... error. Ja, ken je die? Ken je die? Je bent stil. Zet hem in de garage, die auto. Alsjeblieft, boys. We pakken een andere auto. Hier links. Hier links. Maar gaat naar rechts. Links, Rico. Links. Die kijk heeft ons gezien, toch? I don't give a shit dat hij ons heeft gezien. Naar links. Mensen, mensen, mensen. Deze serie gaat zo hard. Dikke SO naar jullie, man. De love die jullie showen is echt niet normaal. Zorg ervoor dat je een like achterlaat op de video. We gaan voor de 2.500 likes. Zorg er ook voor dat je bent geabonneerd. Want we zijn onderweg naar de 50.000 abonnees. Dat willen we dit jaar nog behalen. En zorg er ook voor dat je gewoon een comment achterlaat. Hier toch, wij checken alles. We willen gewoon een beetje die interactie hebben, toch? Als je al deze dingen doet, komt er overmorgen weer gewoon een nieuwe roleplay video online. Dat willen jullie toch? Hey, veel kijkplezier. Dat was zij wel. Ik durf, luister boys, ik durf misschien zelfs te zweren dat dat zij was. Ja. Ten eerste. Ze is stil en ze tweet ook niet meer, want ze weet ze is dead op. Luister, laat me een paar feiten op een rij zetten, ja? Rico, we pakken jouw auto, ja? Ja, impound. Of nee, we pakken gewoon dan die busje van Abadder. Kledingwinkel waar niemand komt. Kledingwinkel waar niemand komt. Ja, we moeten wachten op Shireni. Wacht, ik wil niet hier zitten. Ik wil in de auto zitten. Kijk, wat... Wat dan? Boys, we kunnen het testen. Rico. We kunnen het testen. Laten we Merel bellen. Als zij nu opneemt, was zij fucked up. Dan hebben we de verkeerde dood gemaakt. Hij heeft tanto snel een telefoon gekocht. Nee, nee, dan hebben we de verkeerde dood gemaakt. Als zij nu opneemt. Ja, jij belt. Stil, dit is spannend. Neemt ze op. Neemt ze op. Boys, ze neemt niet op. Ze neemt niet op. Nee. Ze neemt Yusu niet op. Luister, waarom neemt ze niet op? Je kan alleen niet... Opnemen. Hey, wat hoor ik? Daarom, ik word gebeld. Dat is haar gewoon. Niemand? Yo, hoi, goeiedag. Stil, stil. Jezelf, boys. Boys, ze praten! Yo, yo. Nee. Hé, Mati. Ja, maar Merel. Nee. Hey, we moeten mij wagen. Hé, boys, nee, boys, stil even, stil even. Wat zei je? Dat is Merel niet? Wie is dat dan? Wie is Amy Jansen? Boys, boys. Stap in. Hoe moet ik instappen? Ik heb pijn. Wat is met jou? Wat? Hij is gevallen, want hij is gordel getoond. Oké, David, wat zei je? Dat is Amy Jansen. Wie is Amy Jansen? Badder. Oh, was je erbij? Badder, Badder, Badder. Bro, wij hoorden, dat is Merel, dat is Merel. En ze was ook in één keer stil. En ze nam de telefoon niet op. Wat zeg je? Badder. Badder! Ja, wacht ze even, heeft jongen. Ze heeft opgenomen, zeg ik tegen jou. Ja, nu heeft ze opgenomen, net niet. Hallo. Wat nu dan? Ja, ik hoor je, jongen, praat. Ze heeft net opgenomen aan de telefoon. Wat heeft ze gezegd? Ze leeft. Dus ze hebben gewoon El gepakt. We hebben een hele grote El gepakt. Tenminste, degene die haar heeft gestoken. Wie heeft haar gestoken? Wie heeft haar gestoken? Ik denk het was gewoon een random geikje ergens daar. Ik heb niet op je zo praten toch? Net zei je nog jij was. Ja, net die eeuw. Ik had Merel gestoken. Hey boys, we all in this together. Laat het niet lijken hoor. Yo. Wie is we? Ik heb hier niks mee te maken, maat. Wauw, ben je echt zo? Ik heb niemand gestoken, bro. Wauw. Ik zei wel steken, boys, weet je waarom? Aanmoediging, tot. Dus jij bent even meeplichtig. Hé, hey, impound. Hé, hey, ja, luister. Maar, ja, ik ga naar wacht impound, even, ja. Ik wil alvast zeggen voor de kijkers. Als we 30 dagen niet meer live zijn, dan komt het om één reden. Maar we kunnen niet kwalijk genomen worden, bro. Er waren gewoon andere boys die zeiden toevallig van... Toevallig stond daar een chick met blond haar. En ze leek er echt op, hè. Ze leek er echt op. Nee, het haar was echt anders. Nee, ze leek er Yusu echt op, naar mijn gevoel. Pak jou iets. Hey, cool. Ik ga alvast naar garage. Nee! Shirendi, stop nou eens een keer met dat uitstappen van je, man. Het spijt me, man. Kanus. Ja, ik ga even naar garage. Maar mag ik Merel nog één keer voor de laatste keer bellen? Ja. Maar dan moeten we het toch doen ergens, maar niet hier. Snap je? Mag ik even mijn auto terugleggen? Dat is gewoon een foutje. Foutje kunnen gemaakt worden. Jullie hadden net de verkeerde. Plan 3. Jullie hadden net de verkeerde grapje. Waarom sta je daar stil? Wat is met jou? Ze ligt daar. Bro. Plan 3, die paarse. Hoe wil je plan 3 gooien in een koude garage waar iedereen heen komt? Ja, jongen, ik zweer het, gekke gozer. Oh mijn. Rijd door, ga weg van hier. Rijd door als die blauwe pullen zijn. Wat doe je? Wat doe je? Rico kan echt niet rijden. Je? Kijk, en nu komt een hele gang achter ons aan. Rico. Nee, dit is niet grappig. Ik wou de stream beëindigen. Dit is niet grappig, bro. Nee, dit is niet grappig. Beëindigen. Nee. Schud dat ze alsjeblieft af. Ik wou nog meer opbellen en dan kon ik klaar. En deze Rico kan ik niet rijden, hè? Dat is de grap. Ik ben de enige die hier van naar links weer, naar links. Helemaal niet, bro. Man rijdt ook maar 60 km per uur, bro. Wat is met jou? Ik heb er niks mee te maken, jongens. Justo, nu gaan we misschien zelfs dead, bro. Dat wil ik niet, bro. No. Die Porsche houdt jou bij, maat. Die no gaat je nergens brengen, pa. Wacht, praten zo. Nee, ga nu.
Dit is doodlopend, ik snap niet. Helemaal niet. Naar rechts, naar links. Oh, Red Bully toch. Staat die heks nog dicht? Rico, ga naar rechts, ga naar politiebureau of zo, weet ik veel. Oh. Laat me focussen, neef. Nee, je hebt niks meer te focussen. Praat met hem. Praat met hem. Stil, ik praat. Rem, yo bro. Maar als je gangster bent, zit je die wagon nu aan de zijkant. No, kun je wel rijden, broer? No, man. Hij zegt broer. Hij zegt broer. Hij zegt broer. Kun je wel rijden, broer? Hey, joh. Je kan niet echt niet rijden, Rico. Hij zegt, kun je wel rijden, broer? Zet die wagon aan de kant. Zet die wagon aan de kant, man. Jeetje. Je kan echt niet rijden. Hey, joh, het liefst drop je mij, ik ren Rio in. Ik zweer het. No cap. Hoel, je hebt gelijk ook. Rem, stop. Wat heb jij, joh? Keer om, ga Rio in. Keer die snelweg om. Keer om. Ga je naar links, Keer om. Ik ga hier zo uit die waggie jumpen, gewoon. Jumpo gang. Dan word je geschoten, bro. Blokkeer die weg. Blokkeer die weg met die auto. Ja, blokkeer die weg met die auto. Blokkeer die weg. Bismillah. Hé. Au. Nee. Laat me instappen. Oei, ik moet rennen. Rennen. Ik weet niet hoe het met de boys gaat. Ja? Bro, ik word geschoten. Waar ben je? Ik ben weggerend. Waar ben je? Ik ben Rio ingegaan, Mambi. Ik weet het niet. Oh, mijn. Er werd geschoten, bro. Mensen zijn fout. Ik zie. Hey. Hoe gaat het met Rico? Hoe gaat het met Shirendi? Ik weet, ik ga ze bellen. Ja, bro. Portofoon, dit is allemaal mijn portofoon. Ik ben Rico, joh. Hij belt Rico wel. Shirendi. Ik hoop dat Shirendi opneemt, dan weten we dat het goed gaat met hem. We zijn gesplitst, man, boys. Rico's. Als Rico. Hey, badden, Shirendi, ik dan. Nee. Ja, Shirendi is volgens mij geschoten. Neem op, Shirendi. Neem op! Nee, hij neemt niet op. Ja, 100, echt, ik zweer het. Ik hoorde al 2 schoten. Hij moet stoppen met uitstappen, man. Nee, hij moet stoppen met mensen gewoon shanken, bro. Oh. Die man ging echt full in. Bro, kan je mij komen ophalen? Ik ben die riolering ingegaan. Als het goed is, kom ik... Nee. Weet je wat het ding is? Mo zit tegenover me, denk ik. Je zit in het riool en ik zit ook ergens boven. Ben je uitgestapt? Bro, die bakkie is kapot. En ze zijn hier. Ze zijn hier, bro. Ze zijn hier overal. Nee. Ja, man. Ik zie Gerard. Die auto! Er is een auto hier! Wie ben jij? En wat doe je hier? Stap uit! Goed zo. Dago, laat me die waggie pakken. Hey bro, ik zie jou later. Dada, thanks hè. Ik heb een auto! Ik moet rustig rijden. Er is iemand naar me toe gekomen met de auto. Ja, ik kom naar boven. Ik ben bij politiebureau. Het is een Renault, een grijze Renault met geblindeerde ramen. Oké, dan. Ik rijd nu tussen de treintunnels. Uitkijken dat er geen trein Gerard komt. Gerard rijdt weg. Oei, die paarse. Ik heb hier die paarse auto. Moet niet te hard rijden. Shirendi ligt dus laag gewoon. Yo, wie is dit? Waar met Jiraiya, kom. Oh, met Jiraiya, zegt hij. Jij bent ziek. Rij weg hier, naar garage. Papito! Hey, hey, ik heb hier een of andere Benzadieke in mijn auto zitten, man. Wat? Ja, man. Hij zegt hij is de beste bokser van de wereld. No, man, laat dat papier toch. Geen tijd voor. Ja, toch. En hey, die andere, ik had nagevraagd. Ik wou je bellen, maar hij was in gesprek. Ik heb die nummer al gefixt, pa. Rustig. Oké. Ja, toch? Hey, moet ik Rico ophalen? Bro, breng mij naar garage, alsjeblieft. Gewoon deze garage. Ja, toch? Met vaart, bro. Wat is dit? Ja, man. Ik heb een beetje te veel gegeten. Pjo, kutzooi. Kut/masker. Als Rico vroeger gewoon normaal kon rijden. Nee! Shirendi! Is er iets dat je hier komt, meneer? Nee. Ik moet kijken wat hij hier doet liggen. Waarom hij hier ligt. Maar waarom rij je op de verkeerde weghelft, als ik vraag mag? Kom je toevallig hier staan om te kijken wie hier ligt? Geen reden? Hey, ik koud, man. Ik praat tegen je. Je hebt geen reden? Maakt me niet uit. Je hebt geen reden, toch? Maakt me niet uit. Wat is met jou? Plaatsdelict. Plaatsdelict, 2 boys. Als je ze kan komen steken, perfect. Ze trappen op die guys. Ik ga Rico ophalen. Plaatsdelict. Stuur mij nog steeds. Gewoon plaatsdelict, Rio. Ik ben daar. Ja, daar staat iemand bij. Maar wacht even, praat met degene die erbij staat. Wie is dat? Waarom rij je weg? Waar ben jij? Hij is weg. Hé, hey, luister dan, je bent een Chimang, bro. Wat is met jou? Gekke gozer. Wilt hij weer trappen? Hij kan niet eens trappen, maat. Stopt de hele tijd in en uit in zijn auto. Ali, kom, ja. We moeten Rico halen, bro. Hoe verwacht ik dat jij in een Peugeot zit, bro? Wat is met jou? Hoe moet ik weten dat jij in een Peugeot rijdt, bro? Nee, het is tegen niemand die van matten. Alleen die kies. Kijk, die guy met die paarse Audi beukt mensen. Gekke gozer. Weet je hoe heerlijk het zou zijn als ik hem kon pakken? Weet je hoe heerlijk het zou zijn? Had je geen geld voor een RSS, maat? Had je geen geld voor een RSS? Te standaard voor chappies. Te standaard voor chappies. Man leidt in... Yo, ze volgen me.
Ze volgen nu mij. Afgeschud, pa. Nu gaan ze mij volgen. Gekke gozers. Ik ga praten met ze. Yo, is er iets? Yo. Ja, er is iets, zeker iets. Trekt hij weer een gun, hoe? Oh, ik word achterna gezeten door Nederland. Waar ben je? Ik weet niet. Ik rij... Snelweg? Nee, ik rij nu richting Blauwe Garage, aan de voorkant. Welke van de 15? Blauwe Garage. Hey. Niet bij Impact. Er zijn duizenden... Gewoon de Blauwe Garage, dicht bij Blokkenpark. Er is één Blauwe Garage in de stad. Ik weet waar je bedoelt, ik kom daarin nu. Ja, maar ik rij alweer richting de pier. Er zitten 4 auto's achter me aan. Rij richting de pier, blijf daar wachten, ja. We gaan een switch maken. Welke switch, bro? Welke switch? Ik had hier helemaal geen zin in. In ieder geval, ik kom naar de pier. Echt ton te veel man achter me. En ik ga niet accepteren dat ik dood ga. Ik ga dat niet accepteren. Kijk hoeveel auto's. Ewa, dan gaan we het vies spelen. Dan ga ik de berg op. Ik ga niet dood. Mo Ali gaat niet dood, ik heb je gezegd. Ik ga de berg op, maat. Het is maar dat ik even moet accepteren dat het met Jurendi minder gaat. Maar geen stress, ik ga de berg op. En let op, één van hun gaat me per ongeluk pitten. Let op hoe ik het zeg. Bel agent, ik ga geen agent bellen. Agent gaat niks doen. Hun hebben wapens, agent gaat weer vluchten, bla bla. Ik moet het nu zelf fixen. Kan ik hem hier niet afschudden met steegjes bijvoorbeeld? Goed dat ik daar niet ben gecrashed. Bro, ik ga denk ik plan Mount Chiliad inzetten. Van Mount Chiliad. Ja. Rij richting de. Blijf aan de telefoon. Rij richting het tankstation, linker snelweg. Oké. Okay. Daar ben ik binnen 2 seconden. Kom, Rico, volgen! Ik heb ze soort van afgeschud. Dat ben jij. Hey, we zijn weer samen, boys. Daar moeten we een portofoon hebben, maar geen stress. Telefoon zoeken. Ik heb ze soort van afgeschud door al die steegjes. No cap. We zijn nu met z'n drieën. We gaan Mount Chiliad. Oh, ja, ik kom eraan. Gisteren. Nee, omleggetje. Zijn jullie tank vol? Ik ga even snel tanken, denk ik. Ja, maar doe je ding. Mocht hij achter ons aankomen, moet je bij mij achterop stappen. Ik heb volle tank. Ik ben aan het tanken. Shurendi wordt dus op het moment naar het ziekenhuis gebracht. Dit zijn ze toch? Ja, maar Shurendi wordt als het goed is op het moment naar het ziekenhuis gebracht. Mount Chiliad. Rico! Ja, ze volgen ons. Kijk achter je. Ik ga even navigatie zetten, volg mij zo, ja? Boys, dat zijn ze niet. Stop. We hebben ze afgeschud, man. Ja, man. We zijn ze kwijt. Shurendi wordt op het moment naar het ziekenhuis gebracht. Oh. Wat hebben wij meegemaakt, jongen?